Naar een nieuwe aflevering van Wand draad Ook vandaag praat ik weer bij over macro-economie, cryptocurrencies en natuurlijk ook over technische analyse. Want er is toch veel gebeurd afgelopen weken. We gaan het hebben over het coronavirus. We kunnen er namelijk niet omheen. Uh, maar vooral de uitwerking daarvan. We gaan het hebben over de macro-economische aspecten, de veranderingen, het beleid van de Europese Centrale Bank, maar ook van de Federal Reserve. En wat dit voor ons als burgers betekent. Hoe hier natuurlijk. Profijt van uh, kan hebben. Hoe je hierop kan inspelen. En wat het betekent voor bitcoin cryptocurrencies in zijn algemeenheid. Allereerst wil ik nog even voordat we beginnen met de video, nog even wat melden. Want ik ben eigenlijk in deze video's nooit echt persoonlijk. Ik deel nooit mijn. Uh, ik deel mijn zienswijze, maar ik deel nooit mijn gevoel. Ik vertel niet zoveel over mijn achtergrond, over mijn privéleven. En eigenlijk wil ik deze week uh, toch wel iets meer vertellen. Ik ben uh, afgelopen drie weken toch best wel... Um, ja, hoe zeg ik dat nou makkelijk? Ik moet heel eerlijk zeggen, het deed wel wat met me afgelopen drie weken. Ik vond het um, behoorlijk heftig. Ik denk dat dit uh, een van de meest spannende weken uit mijn leven geweest zijn. En niet zozeer omdat ik... ...angst heb voor het falen van bitcoin of angst heb voor het uh, falen van, van, van mijn portefeuille of mijn vermogen aan zich. Maar meer omdat ik om me heen zie dat mensen in mijn omgeving totaal geen idee hebben wat er aan de hand is. Mijn vrienden om me heen, uh, kennissen, vriendinnen die zitten met een hypotheek van hier tot Tokio. Uh, mensen die niet begrijpen hoe aandelen werken, hoe personal finance werkt. Um, je ziet het kaartenhuis voor je ogen ineens storten. En ik kijk toe en ja, haal hier mijn profijt uit, en dat vind ik best wel lastig. Ik vind dat uh, emotioneel best zwaar, best heftig. Ondanks dat dit uh, mijn vak is, ik hou van dit vak, ik hou van economie, ik hou van cryptocurrencies. Ik vind het fantastisch om hier dag en nacht mee bezig te gaan, maar toch op de een of andere manier vind ik het zwaar. Het zijn een zware drie weken, we zitten in lockdown. Um, wat ook weer allerlei mooie voordelen met zich mee heeft. We hebben afgelopen week een ontzettend leuke Cryptocast opgenomen vanuit ons huis. Dat is de eerste keer dat we dat gedaan hebben. En daarnaast zie ik uh, bijvoorbeeld op de HVA, waar ik college geef, dat er ineens docenten zijn die leren hoe ze online les kunnen geven. En dat is natuurlijk fantastisch. Er zijn zoveel mooie dingen aan uh, het in een lockdown zitten. Maar het economische gedeelte vind ik zwaar. Ondernemers om me heen die het zwaar hebben, die geen opdrachten meer hebben. Um, en dat wil ik toch even met je delen. Ondanks dat het aan de buitenkant altijd zo fantastisch lijkt. Uh, ik vind het heel erg lastig om te zien dat mensen om me heen hiermee struggelen. En ik wil ze heel graag helpen. En ik wil jou heel graag helpen. Dat is de reden waarom ik deze video's maak. En ook vandaag gaan we er weer uitgebreid op in. Maar ik wil er ook een positieve draai aan geven. Ik wil je laten zien dat een crisis ook positieve kant heeft. Ze zeggen wel eens, never waste a good crisis. Dus we gaan ook in deze video's kijken naar wat we hier nou voor voordeel uit kunnen halen. En de video komt eraan, hij staat in de edit... over hoe je jezelf nou kan beschermen tegen een crisis. En daar gaan we ASAP uh, dieper op in. Dus goed, we gaan eerst even deze week bij langs. En um, ik ga mezelf ondertussen even kleiner maken. Zo. Mocht je nou trouwens de video van vorige week gemist hebben... En denken hé, hey, uh, Madelon, het was wel een hele lange video, 35 minuten. Ik heb uh, afgelopen week ook een video opgenomen bij de Telegraaf. Uh, waarin ik samen met Wilson even wat meer de diepte in ben gegaan over wat is er nou gebeurd afgelopen week. En uh, eigenlijk al anderhalve week geleden. En hoe kun je hier nou op inspelen? Wat zijn de verschillende situaties en wat betekent dit nou voor jou? En dan gaan we dus dieper in op waar ik het vorige week ook over heb gehad. Fase 1, die liquiditeitscrisis. Fase 2 herevalueren van je portefeuille. En kijken naar goud, zilver, edelmetalen, maar ook bitcoin. En dan fase 3, waarin de economie weer langzaamaan aan begint te groeien. Maar daar zijn we nog lang niet. Daar zijn we echt nog lang. Niet. Goed, mocht je dat interessant vinden, check dan eventjes deze video. Ik wil allereerst even beginnen met een overzicht. En dit is een overzicht van 21 maart. Uh, het is momenteel 23 maart. Ik kijk ondertussen even op mijn telefoon om de datum te checken. En we zitten momenteel op bijna 5000, iets minder dan 5000, dus 4700 uh, mensen die besmet zijn, volgens de cijfers van het RIVM. Uh, de GGD heeft zelf aangegeven dat die cijfers vele malen hoger liggen. Uh, 12, 10, 20 keer hoger, wellicht. Maar het aantal uh, mensen wat is overleden ligt momenteel op 213. Uh, dus dan zitten we ergens tussen 6 en 7 maart in Italië in. En wij zitten dus nu op 23 maart. Dus dat betekent dat we een dag of. ...vijf, 14, twee weken ongeveer achterlopen op Italië. als we niks doen. En Italië is er vrij laat ingegrepen. dat gebeurt bij ons waarschijnlijk ook. Uh, ik, zat toevallig, ik zei toevallig vorige week. de eerste keer dat ik een video maakte. over corona-crisis. coronavirus. is uh, vier weken geleden, zei ik vorige week. maar dat is alweer acht weken geleden. Dat was de eerste keer dat ik dacht. jongens, we moeten hier rekening mee houden. dit kan wel eens iets. iets groots worden. Maar goed, uh, we lopen dus een poosje achter op Italië. en. Je weet dat ik hou van cijfers. Ik ben niet voor nergens technisch analist. Ik probeer overal een soort van handvatten te zoeken... om te kijken, wat kan ik hiermee? Wat, wat zegt dit nou? Wat kunnen wij uh, hierop loslaten? En ik was op Twitter een beetje aan het sparren... En uh, ik kwam in aanraking of in contact met Menno. En Menno, lage streepje VG op Twitter, zo kun je hem vinden. Hij heeft een, een hele mooie, heel mooi overzicht gemaakt van wat nou daadwerkelijk het probleem is. Er wordt heel veel gediscussieerd over dat pro probleem van het coronavirus. Waarbij je kijkt naar gezondheid en waarbij je kijkt naar het aantal mensen. Uh, uh, of, of naar de economie moet ik eigenlijk zeggen. Dus gezondheid en economie. Um, maar er wordt dus gesteld dat we in lockdown zouden moeten. En misschien ook wel niet Ab Oosterhout die zegt we moeten AceP in lockdown. En waarom we in lockdown zouden moeten, heeft hiermee te maken. En dit was ook waar ik het met Menno over had: um, het aantal IC-bedden. Dus het aantal bedden op de intensive care. Er moeten genoeg bedden zijn om iedereen te kunnen beademen. En de vraag is. Of dat kan als men het virus de gang laat gaan. Maar aan de andere kant heb je de economie. Wil je die hele economie stoppen? Wil je de kappers? Wil je de nagelstilisten? Wil je de wimperkrullers? Uh, Wil je de. Uh, waar, waar kun je nog meer heen? De veunbars? Uh, de, de horeca, et cetera, et cetera? Wil je die allemaal sluiten? De retail gaat dicht, de kledingwinkels. Wil je die allemaal sluiten voor. Um, een aantal doden, laten we het daarop houden. Laten we het houden op een, op, op een relatief oké. Okay, uh, ja, oké okay hoeveelheid. Laten we zeggen duizend doden. Uh, wil je daarvoor je hele economie in de soep laten lopen? Dat is de afweging waar de politici momenteel mee kampen. En er gaan allerlei geruchten over. Het virus, er gaan allerlei geruchten over. Wat wel waar is, wat niet waar is, uh, laten we het houden bij de cijfers. Dit zijn de cijfers die we momenteel zien. Uh, we zien dus dat er een kleine afname is in groei. Uh, een kleine afname in patiënten die uh, IC nodig hebben. En we zien ook dat het aantal uh, confirmed cases een klein beetje afneemt. Maar ja, dat confirmed cases, wat kunnen we daarmee? Niet zo heel veel, want ja, ze testen niet zo heel veel mensen. Dus. Het is heel lastig om hier iets iets mee te kunnen. En ook voor de overheid is het ontzettend moeilijk. En je kan er allerlei complottheorieën op loslaten dat dit de manier is om de economie nu op dit moment te laten vallen. Want dan kunnen we de schuld geven aan het coronavirus. Noem het maar op. We kunnen onbeperkt uh, stimuleren. Maar daar gaat het in deze even niet om. Het gaat er in deze om: hoe komen we hier zo goed mogelijk met z'n allen uit, samen als. Eén groot team als land zijnde en um, ik vind het fijn om, om die modellen te maken en lekker cryptisch die uh, heeft een ontzettend mooi artikel geschreven ik ga er nu niet te diep op in uh, maar ze hebben dus een artikel geschreven hierover en ze hebben daarnaast ook een model gemaakt en ze leggen in dit artikel uit ik zal me even hieronder linken hoe dat model nou uh, gemaakt is en op basis op basis waarvan ze dat Model hebben gecreëerd en dat model kun je hier vinden op de website. En ik ga gelijk even naar zorgdruk, want dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Je kan dit niet onder de pet houden, want op het moment dat die IC's overbelast zijn en mijn opa of oma niet meer terecht kunnen, dan ga ik dat op Twitter zetten. Dus ze moeten iets, er moet iets gedaan worden. En hier zie je dus dat de zorgdruk momenteel nog oké okay is: het is nog stabiel. Maar we weten ook dat. Het virus exponentieel groeit, dus hard groeit. Ze hebben hier ook een, een overzicht gemaakt van uh, wanneer de mogelijke piek zou zijn. Nou, dat is dus over een hele poos. zitten we over uh, een week of uh, of drie ongeveer, drie en een half. Dus dit gaat nog even duren. En ook voor jou als je ondernemer bent, uh, ook voor jou als je uh, zzp'er bent, als je in het MKB werkt. Dit is iets wat wij, waar wij met z'n allen behoorlijk last van gaan krijgen. En misschien nog wel erger dan dat we vooraf hadden gedacht. Nou, hier zien we nog even een overzicht van wat het nou precies wereldwijd doet. Uh, een van de dingen om even de boel te relativeren, is de paniek die ontstond naar aanleiding van het virus. Ja, we gaan mogelijk in lockdown. Er is altijd genoeg voor iedereen. We zien hier dat. Het aantal omzet van handzeep en wc-papier exponentieel is toegenomen. Dus ontzettend hard is toegenomen. Is helemaal geen reden toe momenteel. Uh, iedereen kan nog steeds zijn billen afvegen. En we hebben niet meer wc-papier nodig dan we, dan we nodig hebben. Dus uh, daar hoeft men niet over te stressen. Pas wanneer de vrachtwagenchauffeurs het wc-papier niet meer komen brengen. Wanneer de fabrieken stil liggen die wc-papier zouden moeten brengen. Dan zitten we met een uh, probleem. Maar dat is tot op heden nog niet zo. Goed, even klaar. We, zetten, we parkeren eventjes die crisis. We gaan nu even terug naar wat er nou precies op de markt gebeurde. En ondertussen ga ik eventjes, goed, eventjes terug. Wat is er nou precies gebeurd afgelopen week? We zagen dus een vlucht uit de uh, markten, uit de financiële markten. Overal wilde men eventjes terug naar cash. En dat laten deze grafieken ook prachtig zien. Ik kon vorige week er nog even geen grafieken bij halen. Maar alle markten, daar werd het geld ontzettend hard vandaan getrokken. Dit waren echt records. Uh, je ziet hier niet de data van 2008. Maar je kan er vergif op innemen dat dit misschien nog wel hoger of, of heftigere cijfers zijn dan 2008 het geval was. Uh, hier zien we de autoverkopen die ontzettend hard gepluncht zijn. Uh, eerst 50% en daarna 40% in maart. Kijk eens even wat hier gebeurt. En dit is, uh, dit is door de jaren heen. We zitten dus nu in 2020, maar we zien zelfs dat er in 2008 niet zo'n ontzettend harde plunge was. Uh, dit, is, dit, is, dit is heel erg heftig. Dit is veel. Dit is huge. Wat er ook wordt geconstateerd, uh, Trust Notes schreef hierover, is dat er een, ontzettende, uh, een ontzettend verlies wereldwijd zal gaan plaatsvinden. Er wordt zelfs gesproken over 8 triljoen. Uh, dat is dus 8... Biljoen, als ik het goed zeg. 8 trillion. 8 trillion. Dus 8 biljoen. Als ik, het, uh, als ik het zo nu wel goed zeg. Ik ben echt heel slecht met wiskunde, wat dit betreft. Maar goed, het zou heel simpel moeten zijn. Dus laten we uitgaan van 8 biljoen. Ik hoop nu dat ik het echt goed heb gezegd. Maar hier ergens in het heel klein. Vind je Nederland terug. Um, relatief klein. Maar alsnog best heftig. Dit is, dit is best wel een, uh, een ding. Maar goed, alsnog best veel. Dus 8 biljoen. Dat is fors. Dat is. Um, ja, ontzettend veel. En dat is dus de verwachting van een totaal uh, 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 los van het GDP van 10%. Ja, dus Rick Burton. Hier heeft een prachtig plaatje waarin hij laat zien dat dit geen tijdelijk iets is. Waarin het iets is wat langer zal gaan duren. Uh, dit zijn de claims. Van uh, onder andere mensen die zeggen: We hebben hulp nodig. En hij zegt hier: Stop met zeggen dat het alleen maar een tijdelijke dip is. Dat we wel weer terugbouncen. Er zijn heel veel beleggers in Nederland die zeggen: Ja, ik ga toch maar weer inkopen hoor. Die aandelen Tesla, want uh, ja, dat gaat wel weer omhoog. Uh, hij zegt hier: De economie is nu tegen een betonnen muur aangeknald. En het gaat lang duren. voordat we met z'n allen alles weer samengeraapt hebben. en dat die markt weer omhoog kan. En dit is eigenlijk ook wat ik. Uh, al Langer verwacht, uh, dit is niet iets tijdelijks. Het is iets groots het is iets wat men al in 2008 verwachtte. Toen ging het op zich relatief snel weer omhoog. Hadden we alleen die kredietcrisis, maar we hebben nu alles tezamen. Kijkend naar de 10-jaarsrente in Italië, die de Ita Italiaanse staatslening, uh, uh, is is zien we de rente oplopen. Dit is een ding. Ik ga je even heel simpel uitleggen hoe dat nou precies werkt. Als je als land geld nodig hebt, dan schrijf je staatsobligaties uit. Dit is wat Italië doet: een tienjaarslening uitgeschreven. En wat gebeurt er als een land economisch instabiel is? Dan worden beleggers onzeker. Een staatsobligatie daar beleg je in. Als je een behoorlijk ja, rustig profiel. Rustig risicoprofiel. Dus daarbij neem je weinig risico, want de kans dat een land failliet gaat is relatief klein. Dus je krijgt daar ook een kleiner uh, rente op dan uh, dat je mogelijk bij uh, als, als belegging kan, uh, kan krijgen, als je gaat beleggen op de beurs. Uh, maar het is fijner om je geld daar neer te zetten dan dat je het op de beurs neerzet. Want land gaat in de snafiet maar we zien dus nu heel veel economische instabiliteit en dat is dus terug te zien in de reactie bij beleggers we zien dat die tienjaarsrente oploopt en uh, mensen onzeker worden over het doen en laten van italië ik heb het er vaak over gehad die oudste bank van italië die al lang in de problemen is uh, samen met deutsche er zijn meerdere banken ook nederlandse bank die mogelijk in de problemen uh, zich in de problemen bevindt um, maar goed dat even terzijde we zien dus dat er Europees op Europees vlak meer aan de hand is. Dus het begint met Italië, daar hebben we nu die coronacrisis. Dat wordt heftig. Ook voor ondernemers. Wat ik net ook al zei. Niet alleen in Nederland. Europees is dit. En de um, European Banking Authority has postponed its stress test voor this year voor big banks. Dit was een an, an, an announcement gemaakt op 13 maart. Uh, vanuit de Europese bankingautoriteit, bankautoriteit. En uh, dit is heftig. In 2008 is er een stresstest in het leven geroepen, of eigenlijk na 2008, om um, banken, ervoor te zorgen dat banken genoeg liquiditeit hebben. Om ervoor te zorgen dat banken eigenlijk simpel gezegd niet failliet kunnen gaan. Dus hiermee, met die stresstest, wordt een beetje rekening gehouden met mogelijk risico wat banken lopen als het economisch wat minder goed gaat. Wat er nu letterlijk is gezegd is het gaat minder goed, maar weet je wat, ah oh joh, laat die stresstest maar zitten. Um... Het is een beetje alsof je als ondernemer altijd een hele klap geld aan, aanhoudt. Uh, stel bijvoorbeeld, je hebt een, uh, een, een restaurant en uh, je betaalt daar maandelijks huur. Maar je houdt dus een hele som geld op de bank achter. Want stel je koelkast gaat kapot of je fornuis gaat kapot. Dan kun je dus niet meer doen wat jij altijd doet: uh, dat is gerechten maken, gerechten aanbieden aan jouw klant, aan de, de mensen die bij je komen eten. En ten tijde van de economische crisis gaat het dus wat minder. En uh, wat jij dan met je boekhouder afspreekt, of wat ik met mijn boekhouder afspreek, als ik dan het restauranthouder ben, is: uh, Weet je, die, die 30.000 euro die ik heb liggen. Die ga ik langzaamaan maar, uh, maar opeten. Want uh, ja, er komen geen mensen meer in mijn restaurant. En dat is eigenlijk een beetje, een heel klein beetje, wat hier gebeurt. Dus die stresstest maakt dit jaar niet meer uit. Dus red je maar dit jaar eruit. We zien later wel, uh, wel hoe het verder gaat. Dat is eigenlijk wat er wordt gesteld. Nou. Dat is wel heftig, maar uh, Wim Boonstra, econoom bij, uh, bij de Rabobank, die schetste een beeld over de Europese Centrale Bank. De Europese Centrale Bank reageerde twee weken geleden best wel layback ten opzichte van de andere landen. En ik maakte me daar een klein beetje zorgen over. Ik had zoiets van, ja, nou, dat is vreemd. Uh, wat we zien is dat Wim Boonstra een heel uh, interessant stuk heeft geschreven over het coronavirus in combinatie met... De schuldenproblematiek vanuit landen. En eigenlijk vat hij in de laatste alinea het samen, wat er nu daadwerkelijk op de planning staat. Um, Wim Booster zegt de ECB moet nu ingrijpen. De vraag is alleen, als de ECB ingrijpt, gaan ze dit dan eenmalig doen, wat de Federal Reserve ook deed bij de repo-rate, of gaan ze ermee door, wat de Federal Reserve ook deed bij de repo-rate? En zijn polit politici bereid om, als de crisis voorbij is, de Europese begrotingsnormen te respecteren? Dus wat er hier is gesteld, de Europese Centrale Bank koopt toch wel alles op, dus overheden in Europa hoeven niet te bezuinigen. Nederland heeft hard bezuinigd, daarom kunnen ze nu ondernemers zzp'ers ook mogelijkheden bieden handvatten bieden kunnen kan belasting later worden betaald et cetera et cetera maar de vraag is is het beleid van de europese centrale bank zo gericht dat ze eenmalig hoeven in te grijpen en dat hierna als de crisis voorbij is de uh, europese normen gewoon weer gelden en dat iedereen gewoon letjes weer de hand op de knip houdt die vraag die blijft op dit moment uh, als, deze vraag, uh, als het antwoord op deze vraag bevestigend is, ligt de oplossing van de budgettaire gevolgen van de coronacrisis binnen handbereik. Maar het antwoord op deze vragen is dus niet direct bevestigend. Dit blijft een vraag, één groot vraagstuk. Nou, de ECB heeft uh, uh, aangegeven om het virus te gaan bestrijden. Dat doen ze in de vorm van geld. Er wordt dus geld bijgedrukt, tussen aanhalingstekens, in de vorm van een pandemic emergency purchase Pro program, waarbij ze dus, uh, uh, ja, dat noemen ze gewoon een opkoopbeleid in het, in het ordinair Nederland. Um, en uh, de Christine Lagarde die heeft dus aangegeven dat ze alles gaat doen. Uh, om alsnog ervoor te zorgen dat die coronacrisis Europa de das niet omdoet. En ook in Amerika, de Federal Reserve, die geeft aan dat ze zonder limiet de markten gaan pushen. Dit was vandaag, 23 maart, vanochtend werd dit gepubliceerd. En naar aanleiding van dat bericht kregen we een future reactie die behoorlijk fors was dus de Amerikaanse uh, Federal Reserve die geeft aan jongens we gaan met z'n allen uh, de boel opkopen no matter what dus we zorgen ervoor dat die Aandelenmarkt niet instort. Zorgen ervoor dat we ondernemers helpen, et cetera, et cetera. Daar reageren beleggers positief op. Maar niet alleen beleggers reageerden daar positief op. Ook oh, de koers van Bitcoin ging mee omhoog. Wat best wel een beetje vreemd is. Maar blijkbaar is er meer ademruimte voor beleggers. Doordat hier dus wordt gesproken over uh, het, het, het. Sturen van die markt, het opstuwen van die markt. Goed, dit kan een tijdelijk iets zijn. Uh, gewoon blijheid van beleggers. Ik vraag me af of hier echt fundamenteel gevonden reden voor is om, uh, om hier blij over te zijn. Ja, en dan komen we bij het volgende onderdeel. Een van de belangrijkste uh, onderdelen vind ik op dit moment. En dat is natuurlijk de huizenmarkt. De huizenmarkt is ontzettend interessant. En ik wilde hier nog een video over maken, maar ik heb er nog überhaupt helemaal geen tijd voor gehad. Um, we zien de eerste scheurtjes in de huizenmarkt plaatsvinden. Je hebt natuurlijk door die coronacrisis dat mensen toch even ietsje afstand nemen van uh, mogelijk kopen van een nieuw huis. Uh, niet alleen omdat je niet meer zo snel naar bezichtigingen toe gaat, maar ook omdat men even de hand op de knip houdt, vooral voor ondernemers, zzp'ers. 1,2 miljoen zzp'ers die even rustig aan moeten doen, want je weet niet wat de toekomst zal brengen. Ook als je in loondienst bent en je hebt geen vast contract, is het de vraag wat je werkgever gaat doen, of er nog werk is over. Twee maanden, dus er zullen minder huizen worden verkocht. Daarnaast zien we nu dat de hypotheekrente gaat oplopen en dat komt natuurlijk omdat uh, de uh, banken een kredietrisico hebben. Uh, de, dit dit, dit neemt, heeft een kredietrisico wat het, uh, wat het met, zich mee, uh, uh, met zich meebrengt en daardoor gaat de hypotheekrente langzaamaan omhoog. Wat dus fijn was, uh, was als je je rente vast hebt gezet. Als dat niet zo is, kan de rente. Langzaamaan omhoog gaan. Uh, ik verwacht dat die rente nog verder omhoog gaat. Dus die coronacrisis, die heeft een beetje roet in het eten gegooid. Er wordt nu gewezen naar de coronacrisis. Maar het had ook totaal iets anders kunnen zijn. Het had ook een andere reden kunnen zijn: een, een bomaanslag ergens. of een vliegtuig wat neerstort. of een oliecrisis. een ruzie tussen twee landen. Het had van alles kunnen zijn. Toevallig is het nu de coronacrisis. wat dus langzaamaan die rente doet oplopen. Uh, hou hier ook rekening mee. Ik ben geen financieel adviseur. maar mocht je een hypotheek hebben. Of een hypotheek willen afsluiten. Ik verwacht dat die uh, hypotheekrente verder zal gaan oplopen. Dit is het begin. Dit is het eerste scheurtje. Als die hypotheekrente wel oploopt, dan kun je langzaamaan gaan nadenken over wat er dan gaat gebeuren. Loopt die rente op? En heb je rente niet vastgezet, dan wordt het heel vervelend voor uh, mensen om hun hypotheekrente en aflossing te kunnen blijven betalen als dat percentage oploopt. Goed, genoeg gepraat hierover. Uh, dit was even een, een zijwegje. We gaan het even hebben over de cryptomarkt. Want een Italiaanse uh, bank die opent tijdens de lockdown in Italië bitcoin trading. En uh, dat is wel heel erg uh, interessant. 1,2 miljoen uh, Italianen maken al gebruik van deze bank, Banca Stella's, hype heet die, uh, of hype, ik weet niet of het goed uitspreekt, maar goed, maakt ook niet uit. Uh, in ieder geval 1,2 miljoen Italianen kunnen nu uh, Bitcoin met Bitcoin bankieren, om het zo maar te zeggen. Ze kunnen Bitcoin aanschaffen via de bank. Interessant dat dat in deze tijd gebeurt ten tijde van een lockdown. Ja, er verscheen een, een interessant verhaal over um, Kelly Loeffler. En Kelly Loeffler is de uh, ex-Back CEO en zij schijnt uh, behoorlijke aantallen aan uh, aandelen gedumpt te hebben. Na de hearing van, uh, dat was een private hearing van de Senaat. Over de briefing van het uh, COVID-19-virus. Dus van het coronavirus. En zij schijnt dus tussen de 1,3 en de 3,2 miljoen aan stoks gedumpt te hebben. En hier wordt behoorlijk wat over gesproken. Uh, Voorkennis wordt wat over gezegd. Uh, zij zeggen zelf dat het niet het geval is, maar dit is niet de eerste keer dat er wordt gesproken over Loeffler. Uh, er, um, ja, er zijn al eerder vraagtekens gezet achter bepaalde transacties die, uh, die Loeffler heeft gedaan. Uh, en dat was toen uh, ja, kwam dat terecht bij de CFTC. Um, wat hier uit voortvloeit weten we nog niet, maar het is in ieder geval vreemd dat vlak na die, uh, die private senaathering. Uh, zij uh, tussen de 1,3 en, uh, en 3,2 miljoen aan stokjes verkocht heeft. ander nieuws: uh, Coinbase broke traffic records and saw massive volume during market collapse. Dus interessant om te zien op Coinbase staan, dacht ik 1,2 miljoen bitcoins als ik me niet vergis. Um, en Coinbase die heeft uh, dus tijdens die collapse ontzettende volumes gezien. Nou, dat is dus heel erg een heel erg goed teken. Er zijn nog steeds mensen die uh, Coinbase weten te vinden. Of dat nou is om te kopen of te verkopen. Dat maakt in deze zin niet, niet zoveel uit. Het gaat dus om algehele volumes. Dat hoeft dus niet te betekenen dat het allemaal verkopen zijn. Um, maar het is goed dat men nog steeds uh, Coinbase weet te vinden. En uh, ze hebben dus 2 billion, 2 billion. Uh, in crypto, last Thursday and Friday, in comparison to 394 million over the past 24 hours. Dus dit is ontzettend veel, veel meer dan dat ze normaal hier aan omzet doen. Dus goed nieuws voor Coinbase. En um, ja, dit heb ik net ook al even kort toegelicht. te zagen dat de prijs van Bitcoin omhoog ging naar aanleiding van uh, de Federal Reserve die uh, aangaf toch uh, uh, Stimuleringsmaatschappij of de de, de beurs te willen stimuleren. Dus dat bitcoin hier positief op reageert, vind ik een interessant teken. Yes, dan is er nog één ding wat ik graag even met je wil delen. En dat gaat over uh, mijn cursus Technische Analyse. Wat ook toegepast kan worden op uh, aandelen op de markt of op indices. Waarin ik dieper inga op uh, het vak Technische Analyse. En het is een cursus wat ontzettend goed ontvangen is. Althans, als je de reviews mag gelopen. Heel veel mensen zijn hier blij mee. Er staat overigens ook een gratis cursus op Opzovels uh, over de handel in bitcoin en cryptocurrencies. Uh, nu, omdat we met z'n allen thuis zitten, en omdat het coronavirus uh, ja ons in zijn greep heeft en we wellicht nog wel langer thuis zullen zitten, wil ik je eventjes vertellen dat we sowieso de gratis cursus beschikbaar hebben. Dus mocht je weer willen weten over THAAD, ja, check dan die gratis cursus. Duurt drie kwartier en je hebt in ieder geval. Ontzettend veel kennis. Mocht je nou een extra stapje verdieping willen, dan is er ook de mogelijkheid om deze cursus aan te schaffen met 40 euro korting. En uh, dat kan via de code LOCKDOWN40. Dus via LOCKDOWN40 krijg je 40 euro korting op deze cursus. Dit dus is een eenmalig iets puur omdat het corona is en omdat we elkaar in deze tijd moeten supporten. Goed, ik wil nog even door naar de grafiek van bitcoin. En dit is toch wel een magnifiek plaatje als we het zo zien. We hebben hier een, een koers van uh, Bitcoin die fors naar beneden loopt. En ik dacht dat ik mijn grafiek al een beetje opgeschoond had. Maar ik zie nu dat het toch niet helemaal uh, gebeurd is. Excuus daarvoor. Um... Long story short, wat je hier voor je ziet is de koers van Bitcoin op de grafiek van Bitstamp. En we zien hier prachtig een neerwaartse beweging. En dit was een neerwaartse beweging die eigenlijk al vanaf juli 2019 stand hield. Waar we opwaarts uitgebroken zijn, maar hier begin... Nou, wat was het februari neerwaarts uitbraken door dat coronavirus. Ik weet nog dat Mark van de Schijs toen zei, ja, we gaan omhoog dankzij het coronavirus. Nou, dat was dus helaas niet het geval. Uh, de markten begonnen hier te tuimelen, uh, halverwege maart, 10, 12 maart, en uh, we knalden weer terug die neerwaartse trend in. Wat je ziet is dat we hier de perfectie hebben van technische analyse. Als we kijken naar trends, we zien hier een schouder. Hoofd Schouderpatroon, neerwaarts koersdoel tot aan hier, nu terug de trend in, dus dubbel koersdoel. Hier lag de bodem en vanuit hier is de vraag wanneer breken we nu weer opwaarts? En we zagen hier evenjes kortstondig positieve divergentie waarbij de bodems van, dus de bodies van de candles nog neerwaarts liepen, maar de bodems op de RSI al opwaarts liepen. En de vraag is nu wanneer kunnen we weer omhoog? We zien hier nu prachtig een, een, een cap en handle patroon vormen. Dus Zo'n cap en handle patroon die breekt doorgaans opwaarts uit. Maar dan moeten we eerst even wachten op die confirmation. Dit is dus nog steeds die neerwaartse trend. Ik zie overigens dat we hoog op RSI zitten. Dus nog geen positieve divergentie. Dat is het liefst wat ik zou willen zien. Mocht er nou geen positieve divergentie zijn... dan wacht je tot die uitbraak plaatsvindt. Dus je wil een uitbraak op hoog volume uit die neerwaartse trend. Maar daar moet dus wel echt hoog volume bijgepaard gaan. En dat zie ik op die tweede candle nog niet. We zien wel dat de koers hier geprobeerd heeft eruit te breken. We willen eigenlijk dat de koers toch wel boven die 6,7k uitkomt en daar ook boven closed. Dan zitten we op een nieuw verkooppunt, dan zou de koers weer richting die 8k kunnen. Op dit moment zie ik dat nog niet, dus er is een mogelijkheid dat we toch weer even terug terugzakken. Maar wacht op die confirmation mocht de koers hier uitbreken voor de zekerheid toch even hier 6,8k aanhouden en vanuit daar hebben we potentie tot 8k. Dat zou ontzettend mooi zijn. Natuurlijk is dit uh, spijkje veroorzaakt doordat we gezien hebben dat die Federal Reserve vandaag uh, positiviteit aankondigde, dus vandaag aankondigde dat ze de markten Ongekend hard gaan stimuleren, wat dus zorgt voor inflatie en automatisch koersstijging van Bitcoin, maar ook van aandelen. Um, dus dit is een beetje een rare beweging, maar goed, we kunnen hier niet een eenduidig antwoord op geven, wat, wat dit nou precies betekent. Technisch gezien ligt hier de weerstand, hebben we een weerstand rond de 6,7k, laat hem iets oprekken naar 6,8. En mochten we hier niet overheen komen. Kan de koers dus terugbouncen. Eerst hier naar het midden 5,4K. Misschien wel weer richting de 4,6. Laten we dat vooralsnog niet hopen. We hadden hier positieve divergentie. Overigens, wat uitgespeeld is toen de RSI terug hier het 3070 kanaal inging. En uh, vanuit hier is het dus even wachten of we hier opwaarts uitbreken In ieder geval hoop ik dat je genoten hebt van deze video. Ik hoop uh, dat je, ondanks dat je misschien nu in lockdown zit, hier je voordeel uithaalt. Ga lekker veel lezen, ga lekker veel leren, kijk veel video's. Uh, er staat ontzettend veel leuke video's uh, nu online op YouTube. Ik zal ook hier eventjes onder nog wat linkjes delen van interessante nieuwsitems, nieuwsartikelen, stof om te lezen voor de aankomende week. Wees positief, let een beetje op elkaar, blijf binnen vooral. Zorg dat je binnen blijft. En doe je voordeel aan alle kennis die je nu online tot je kan nemen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Ik in ieder geval wel. En ik hoop je volgende week, dit weekend bedoel ik eigenlijk, ik hoop je dit weekend weer te zien. Want dan komt er een nieuwe video online over de aanstaande recessie. Hoe je jezelf daartegen kan wapenen. En eh, mocht je die nou missen, dan zie je me natuurlijk volgende week weer bij een nieuwe Madelon Praat. Ik heb ervan genoten. En tot snel. Doei doei.